Amsterdam werden plannen gesmeed voor een snellere vaarweg van de stad naar de zee. Een kanaal dat de weg naar de toekomst zou duiden en een tijdperk van voorspoed en winst in zou luiden. De kortste weg naar zee, naar Rijmen. Het is precies 150 jaar geleden dat hier de eerste schep in het zand werd gestoken om het kanaal te graven. Als je nagaat dat 126 jaar geleden was het kanaal, was allemaal zand hier, was allemaal duin. Nou, was 136 jaar. Je had geen sluisje, niks. Die huizen zijn nu afgebroken. Dus het halve dorp is weg. En wij deden daar de boodschap op het pleintje. Nou, als je goed kijkt, dan zie je dat dus nou, rustig. Zeg maar, de helft van het dorp verdwenen is. Vinden jullie het helemaal niet erg dat het kanaal daar ligt? Nee, het maakt aan Muiden eigenlijk ook wel een soort van, beroemd. Over de bewogen en fascinerende geschiedenis van dit kanaal willen wij een film gaan maken. En dat willen we doen samen met de inwoners van de Eimond. Dus we hebben allerlei educatieve projecten op de scholen, vertelprojecten met ouderen, om zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken. Bedankt meneer en mevrouw Rietman voor het mooie interview. We hebben geld nodig voor die educatieve projecten, voor de animaties die we willen gebruiken, het hele scenario dat we nog verder willen uitwerken en natuurlijk voor het filmen en monteren zelf. Er zijn allerlei leuke tegenprestaties als u meedoet. En misschien nog wel het allerleukste en spannendste is dat u mee mag spelen in de film. Dus doe mee en met elkaar brengen we de geschiedenis van dit kanaal tot leven. In bloed en zweet, modder en klei, en graven met de spade door de duin, met het ei, met je poten in de blubber.